Party. Hallo mensen, super leuk dat jullie kijken naar Fortnite Millionaires, de quizshow waar je maar liefst 15.000 V-Bucks kan winnen. En ik heb niemand minder dan ook hier naast mij als gast, Jurassic Gaming. Welkom Jan. Het is zo straks de bedoeling dat Jan maar liefst 15 gerelateerde Fortnite vragen krijgt. En dat zijn multiple choice vragen. De een wat moeilijker als dat de ander. Maar dat maakt natuurlijk niet uit, want hij heeft 3 hulplijnen. Waaronder dat hij het publiek om hulp mag vragen. Het publiek, dat zijn jullie, dus hij krijgt dan automatisch het goede antwoord. Hij mag een vriend bellen en hij krijgt een 50-50. En de 50-50 houdt in dat er 2 fout antwoorden doorgekrast gaan worden. Jan. Dan maak maar wel een klein beetje nieuwsgierig, want heb jij veel verstand van Fortnite? 15.000 V-Bucks in mijn pocket. Ja, oké, hij is zeker van zijn zaak. Ja. Maar het kan natuurlijk zijn dat het natuurlijk Fortnite is, natuurlijk Fortnite gerelateerd. Het zijn natuurlijk vragen met betrekking misschien wel tot skins of misschien wel dieper achtergrond van Fortnite. Dus hoe Fortnite zich heeft ontwikkeld of ja. Oh, easy. Dat gaat je lukken? Ja, ik heb geen hulplijn nodig. Ik heb geen hulplijn nodig. Oké, dan zou ik zeggen, we gaan naar de studio en dan gaan we beginnen. Daar zitten we dan gezellig in Lucky Landing. Zoals jullie kunnen zien zit het achter ons een mooie roze boom. En ja, het ziet er erg mooi uit. Maar dan is het natuurlijk wel tijd om te beginnen. Jan? Ja? Ben je een beetje nerveus? Nee. Nee? Nee. Oké, je bent echt zeker van je zaak. Ja. Oké, dan zou ik zeggen, er komt de allereerste vraag. En dat is... Wat is de oorspronkelijke release datum van Fortnite? Is dat A, 23 maart 2017, B, 22 juli 2017, C, 25 juli 2017 of D, 9 augustus 2017? Waarom meteen zo moeilijk? Ja, dat is de eerste vraag. Het is gelijk een inkoppertje. Laat ik zeggen, de eerste 2 vragen zijn een klein beetje pittig, maar daarna wordt het je wel makkelijk gemaakt. Ik ga tussen B en C. Weet je waarom? Waarom? Omdat die het dichtst bij elkaar liggen. Klopt. Dus A en D vallen sowieso af. Ja, dat als ik hem nu al fout heb, hè? Ja, je kan hem al fout hebben, maar okay. Ik weet het niet voor jou. Ah, man. Oké, is sowieso van 23 maart 2017 af. Puur omdat ik weet dat die ongeveer 1,5 jaar nu uit is. Klopt, dat is zeker waar. Ja, dus dan valt augustus ook af. Ja? Want dan, dat klopt ook niet. Dus het is of B of C. Of B of C. Dat is dan een twijfelaar. En ik wil mijn hulplijn wel inzetten, maar dan ben ik hem meteen kwijt bij vraag 1. Ja, dat zou een beetje zonde zijn. Wat gaat het worden, Jan? Ik ga gewoon gokken. Want ik zou het echt niet weten. B of C. Dan ga ik voor Cornelis. C. Voor C. Is dat je definitieve antwoord? Ja. Oké, Jan, dan moet ik jou vertellen dat dat goed is. 15.000 We are the champions. Nou, dan kan ik niks verkopen. Nee, daarom moeten we doorgaan. Door naar vraag nummer 2. Vraag nummer 2, en daar heb ik je gematst, want ik had eigenlijk een klein geintje met je uitgehaald. Want deze is eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk. Vraag 2. In samenwerking met Samsung bracht Epic Games een skin uit, namelijk A, de Galaxy skin. B, de Dynamite skin. C, de Gigantic skin. Of D, de Dark Bomber. Ik heb sowieso nog nooit van B en C gehoord. Ja. Dus die vallen sowieso af. De Dark Bomber heb ik gekocht voor 1500 V-Bucks. Ja. Dus dan ben ik sowieso 15 euro aan armer geworden. Dus dan moet het automatisch A zijn. Oké, Jan. A. 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 A is goed. Woehoe. Lekker bezig. Yeah. Jan heeft al 2 van de 15 vragen goed. Ik zei toch easy. 13 vragen gegaan en nog 3 hulplijnen. Door naar vraag 3. En dat is, wie zijn of is de ontwikkelaars van Fortnite? Is dat A, Epic Games and People Can Fly? Is dat B, Epic Games of C, Epic Games and World Savers? Dat is toch alleen Epic Games? Ik mag helaas daar geen uitspraak over doen. Ja. Het is misschien een beetje een strikvraag. Je hebt natuurlijk 3 hulplijnen. Ik heb alleen nog maar van Epic Games gehoord. Maar zometeen heb ik het fout. Maar Epic Games is sowieso het hoofd. Klopt. Maar volgens mij hebben ze geen andere ontwikkelaar in dienst genomen om Fortnite te maken. Althans, ze hebben ook God of War gemaakt en daar heb ik ook een andere publisher meegedaan. Volgens mij.
Ik ga mijn hulplijn inzetten. En welke hulplijn zou je inzetten? Ik ga heel slim doen. Ja? Met 50-50, want er gaan er twee antwoorden weg. 50-50? Precies, Jan. Dat houdt het ook in dat je bij deze vraag hem gelijk goed hebt. Ja. En het antwoord is A, Epic Games and People Can Fly. Oké, dat is sowieso fout. Ja, ze hebben dus twee ontwikkelaars in dienst voor deze game gehad. Maar Epic Games staat natuurlijk aan het hoofd. Gefeliciteerd. Dank je. Maar wel een hulplijn kwijt helaas. Wel een hulplijn kwijt, maar je hebt er nog twee. Je kan straks nog het publiek vragen wat inhoudt dat je automatisch het antwoord goed hebt. En je kan nog iemand naar keuze bellen. Door naar de volgende vraag. Welke skin hoort niet in het rijtje thuis van tier 100 uit op Battle Pass? Is dat A, de Dire, B, Reaper, C, Ragnarok of D, Drift? En dit is een pittige. Are you kidding me? Ragnarok sowieso. Ik weet die anders. Nee, Drift. De Dire is de wolvenskin. Dat mag ik wel gewoon eventjes verklappen. En B, de Reaper is John Wick. Laat ik het daar. Ja, maar ik zat al van Drift. Dat is volgens mij die echt op tier 4 of zo vrij speelt. Volgens mij. Want de Dire, als dat een weerwolf is, dan is het tier 100. Season 6. Reaper is John Wick. Nou, die was sowieso 100. Want die had iedereen toegekocht voor weet ik voor hoeveel euro. Ragnarok is sowieso 100. Want die heb ik nog ineens namelijk. Ik moet nog die laatste skin vrij spelen van... Ik heb hem al. 205.000 speel of zo. Ja, zoveel speel ik, hè. Dus ik ga sowieso voor D. Definitieve antwoord. Oké, D is je definitieve antwoord. Ja. Dat is goed. Yeah! Vraag 5. Welke van de volgende skins is als enige 2000 V-Bucks waard? Is dat A, de Power Short, B, de Flapjackie, C, de Funk Ops of D, de Ghoul Trooper? En dit is een instinkertje. Deze is lastig. Ik weet sowieso dat het B en D niet is. Want B die heb ik laatst gekocht. En die was niet legendary. Heb ik ook gekocht. Best wel vet skin. D, die is echt al vorig jaar in de store gekomen. Dit jaar natuurlijk weer opnieuw. Die is ook nooit legendary geweest. Funk Ops is de enige skin die ik nooit heb gekocht. Ja? Toen de tijd. Want ik kocht toen elke skin. Maar ik had die niet gekocht. Want die vond ik het geld niet waard. Je hebt wel het vrouwtje ervan? Nee, ook niet. Allemaal die hele outfit heb ik niet. Nee, de Funk Ops is toch disco Ja, die heb ik helemaal niet. Nee, maar wel een vrouwtje Nee. Van de disco. Nee. Oké. Nee, die heb ik toen niet gekocht. Maar ja, nu, ja, hij komt nu heel vaak terug, maar alsnog koop ik hem niet. En Power Shorts is die gitaarchick. En die vond ik vet, want ik wou die gitaar hebben. Ja. En die was legendary volgens mij. Was die legendary? Ja. Ja? Want die Funk Ops is sowieso niet legendary, D ook niet. En Flappy Jackie ook niet, dus dan moet die legendary zijn. Dus jij gaat voor A? Ik ga voor A. Definitief antwoord ja. A? Ja. Jan? Helaas is dat goed. Ik wist het. Helaas is dat goed. Helaas? Dat houdt in dat je op 1/3 deel zit van je vragen. Easy. Er komen nog wel wat andere vraagjes in langs. Hopelijk zal je dat ook goed hebben. Maar goed, dat houdt in dat je al op een aantal zit van 750 V-Bucks. En dat is voor jou doen nog een beetje weinig. Maar je gaat natuurlijk vol voor die 15.000. En ik kan niks anders zeggen dan veel succes bij de volgende vraag. Kom maar op. Want hoe wordt de bekende lama DJ uit Fortnite ook wel genoemd? Easy. Is dat A, DJ Yonder, B, DJ Lama, C, DJ Trooper of D, Calamity? A. Zeker weten? Weet je waarom? Waarom? Ik speel best wel veel Call of Duty. Ja? En die gast die noemt zichzelf DJ Vonderhaar. En die noemt zichzelf ook een DJ. En die naam die doet me daar aan denken. Dus ja, Calamity is sowieso een andere skin. DJ Lama slaat nergens op. En DJ Trooper, dat heb je zelf verzonnen. Dus ik ga voor A. Oké, A. Oké, Jan? Ja. Dat is? Goed. Yay. Goed gedaan. Vraag 7. Wat zijn de skins die uitgebracht zijn voor de Valentijnsdag? De Royal Heart Set. Is dat A, Love Ranger en Teddy Team Leader? Is dat B, Love Ranger en Pink Bear? Of C, Love Ranger en Cuddle Team Leader? C. C? Ik ga niks meer zeggen. C, klaar. C? Is goed. Yeah! Gaan we door naar de volgende vraag. En je hebt nog steeds, lieve Jan, nog steeds twee hulplijnen. En nog maar een paar vragen te gaan. Je bent nog maar een paar vragen verwijderd van 15.000 V-Bucks.
In welke plaats in Fortnite bevindt zich de Detective Agency? Er is dus een plek in Fortnite wat gerelateerd is aan een detective bureau. En ja, de antwoorden zijn A. Paradise Palms. B. Retail Row. C. Greasy Grove. Of D. Tilted Towers. Sowieso C niet. Want daar zit die burger tent. D. Ja, D, ik land daar nooit, dus ik weet het eigenlijk niet meer. Ja, Tilted Towers is meer gebouwtjes, ja. Flatgebouwtjes. Ja, maar het kan ook gewoon verstopt zijn, hè? Klopt. Dus je weet het niet. En Paradise Palms, daar land ik ook nooit. Uh-oh. Maar nu weet ik wel dat in retail er zo'n gebouwtje zit met van dat, zeg maar niet glas, maar van dat zo'n roostertje of zo ervoor. En volgens mij is dat die Detective Agency. Maar dat weet ik, als ik eerlijk ben, niet zeker. Of hij is al verplaatst, dat zou ook kunnen. Het kan natuurlijk ook geüpdate zijn. Ja, want die Halloween store is ook weer weg. Hè? Die is gesloten nu. Ja, dat is allemaal dicht. Dat wordt allemaal bijgehouden. Dus puur gewoon omdat ik weet dat het zo'n kamerachtig secret dingetje zit, ga ik voor B. B? Retail Row. Retail Row. Jan, dat heb je ook goed. In de pocket. In de pocket. Gaan we door naar de volgende vraag. Vraag 9. Oh, er zit ook zit iemand op de achtergrond te zwaaien. Dat is mijn vader! Nee, grapje. Okay. Ja. Hoi. Welke van de volgende items is niet paars? Is dat A, een slurp juice, B, een chug jug, C, een stinkbom of D, rift to go? Nou, dan ga ik sowieso voor B, de chug jug. Maar het probleem is, volgens mij zijn die anderen ook niet paars. Maar ik weet dat Chuck Chuck legendary is. Dus ik moet sowieso voor B gaan. Maar ik weet niet welke kleur slurpjuice is. Stinkbommen weet ik ook niet. En Rift to Go weet ik ook. Jawel, Rift to Go is wel paars. Er staat welk van de volgende items. Dus het is. Zo meteen Nijmen. Er zijn er twee, hè? Nee, dat mag niet. Er zijn geen instinkers. Er zijn multiple choices. Dan is het sowieso B. Want die is legendary. 100% zeker. Je gaat voor antwoord B? Ja. Jan? Dat is goed. Lekker zijn die andere echt paars? Andere items zijn allemaal paars. Slurp juice is paars. Stinkbommen zijn paars. En Rift to Go paars. Dat wist ik niet. Ja, je hebt inderdaad goed gekozen. Want Chug Jug is natuurlijk een legendary item. Je hebt gewoon full health en shield. Dus goed gedaan. Vraag 10. Hoeveel benoemde steden zit er in de laatst geüpdate Fortnite map? Dus plaatsen met een naam. Risky Reels, Lucky Landing, noem maar op. In de Fortnite map is dat A 16, B 19, C 21 of D 32. Het zou een opsomming kunnen zijn dat je het in je hoofd gaat rekenen, maar. Nou, ik zit Tilted, Crazy, Retail, Salty. Ik vergeet er sowieso een paar. Ik sowieso is D niet. Dat is 100% zeker. Want 32, dat is echt te veel. Er zijn heel hoop plaatsen inderdaad. Ik zou het niet erg vinden, maar dan mag de map wel iets groter gemaakt worden. Ja, maar als ze de map groter maken, kom je ook minder mensen tegen. Ja, dat is zeker waar. Maar ze is kleiner gewoon. Dan mogen ze nog wel even wat meer mensen erbij. Gewoon meerdere maps. Ja, andere maps. Ja, ik ga mijn hulplijn gebruiken, want ik zou het niet weten namelijk. En welke hulplijn ga je dan gebruiken? Ik ga bellen. En naar wie ga je bellen? Naar Rick. Naar Rick, Relax Park. Ja. En hij heeft veel verstand van Fortnite? Nou, ik hoop dat hij achter zijn computer zit en dat hij het even kan opzoeken. Ik zou zeggen, we gaan even naar Rick bellen. Ja, zal ik hem bellen? Jazeker. Oké, dan hoop ik wel dat hij opneemt, anders word ik boos. Uh-oh. Ik denk dat Rick niet... Deel die Fortnite aan het spelen is. Hallo? 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 Hey Rick, ik zit in Fortnite Millionaires. Ja? En er is een vraag op beeld. Ja? Maar ik heb jouw hulp nodig, want ik weet het antwoord niet. Oké. Okay. Maar we hebben wel maar 30 seconden op het moment dat ik de vraag stel, dus moet je wel snel zijn. Oké, prima. Ja? Oké, daar komt ie. Ja. Hoeveel benoemde steden zitten er in de laatste geüpdate Fortnite map? A16, B19, C21, D32. Deze sowieso niet. 32 is te veel, dus als je heel snel op Google gaat... Ja. Dan typ je even in Fortnite Season 6 map. Ja. En dan moet je even tellen heel snel. Oké. Snel. Ja. Stond 21 erbij? Ja. Ja.
Maar dat is denk ik het goede antwoord. Weet je het zeker? Dat hier zien. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. We moeten helaas de lijnen sluiten. Ja. We zullen kijken wat Jan met jouw antwoord zal doen. Oké. Okay. Maar bedankt voor je antwoord. Graag gedaan. Dag. Doei. Daar heb ik echt geen reet aan gehad gewoon. Oké, C21 ja. Is wat hij zegt. Ja, maar hoe kan hij dat zo snel tellen? Misschien dat het ergens staat. Ik heb geen idee. Ik heb het ook eventjes moeten opzoeken. Ik zit in twijfel tussen B en C hierdoor. Laat ik zeggen dat er wel heel wat plekjes zijn. Ja, dat weet ik. Daarom valt A al af. Ik doe wel met Rick mee. Ik ga gewoon voor C. Als het fout is, is zijn schuld. Dan claim ik 15.000 feedbacks bij hem. Jan? Ja? Dat is goed. Dat is goed. Je gaat lekker. Je bent echt aardig op weg. Nog maar liefst. Vijf vragen. Vijf vragen? Ja. Ja. Vijf vragen. En dan ben je straks Fortnite miljonair. Wellicht. Dat is niet zeker. Door naar de volgende vraag dus. Het is een hele makkelijke. Uit hoeveel huizen bestaat Snobby Shores? Is dat A, 5, B, 6, C, 4 of D, 7? A, 5. Definitieve antwoord? Ja. Dat is goed, Jan. Ik weet niet hoe ik het wist. Hoe wist jij dat? Ik was een keer met de kijker aan het spelen en die wilde naar een Snobby. Toen zei ik, wil je naar huis 1, 2, 3, 4 of 5? Oké. Kijk, dat is handig. Ja. Vaker met kijkers spelen dus, want dan krijg je veel informatie mee. We zijn inmiddels bij de 12e vraag aangekomen, Jan. En je hebt maar liefst al 4.000 V-bucks in de pocket. Maar voor 5.000 V-bucks gaan we door naar de volgende vraag. Want wie zijn de hoofdrolspelers in de love story van Diamantje wel? Is dat A, Spray en Whiplash? B, Spray en Abstract? C, Spray en Papa John? Of D, Spray en Fort? Ik heb zelf de hele stem ingesproken. Dat klopt. En jij hebt die andere stem ingesproken. Dat klopt. En we hebben met elkaar gezoend. Ja, niet op de camera. D. D. Spray en Fort, want ik was Fort en jij was Spray. Ja, dat klopt. Jan, dat is goed. Ja, goed. 5.000 V-bucks. Het gaat zich natuurlijk nu naderen, want vraag 13 is voor 7500 V-bucks. Vraag 14 voor 10.000 en vraag 15 voor 15.000. Dan gaat je geld. Ja, dat mag, want in Fortnite miljonairs zijn we natuurlijk goed voor elkaar. Oh, okay. En als jij veel van Fortnite weet, dan profiteer je ervan. Volgende vraag. En is een rekensommetje. Stel je bouwt een 1x1 van 4 hoog met elk een sters, dus geen vloer, elk een sters. Hoeveel materials gebruik je? Is dat A, 15, B, 25, C, 20 of D, 50? 20 volgens mij. 20? Want je gebruikt 4 muurtjes en een trappetje. Dan ga je 1, 2, 3, 4 hoog. Dus dan is het 4 keer 5. 20. 20? 20, C. Jan? Je weet zeker dat je voor dat antwoord gaat? Ja, of ik ben echt heel slecht in rekenen, maar... Jan, ik zou bij je antwoord blijven, want dat heb je goed. Yeah. We hebben nog 2 vragen te gaan. Je hebt nog 1 hulplijn. Dat houdt in dat je 1 vraag nog aan het publiek zou mogen vragen. En dat is eigenlijk instant wordt dat goed gerekend. Omdat het publiek die nu natuurlijk kijkt sowieso wel wil dat je gaat winnen. En dan is het natuurlijk goed. Je hebt het natuurlijk met die andere vraag wel heel erg goed gedaan. Door hem te gebruiken dat er 50-50, dat er 2 afgingen. Ja, slim, hè? En 1 antwoord over had. Dat heb je zeker goed gedaan. Maar ga je het ook goed doen bij vraag nummer 14. En deze vraag, Jan, daar hebben wij het laatste keertje over gehad. Ik ben nieuwsgierig of jij het hebt onthouden. Want hoe lang doet de eerste storm erover om de cirkel te bereiken? Is dat A, 2 minuten? B, 1,5 minuut? C, 2,5 minuut? Of D, 3 minuut? 3 minuten. 3 minuten. 3 minuten. Je hebt het een keer tegen me gezegd. Klopt. Maar weet je wat het is? Wat is ik wil het? Gewoon winnen zonder die laatste hulplijn te gebruiken. Ja. En ik weet dat 1,5 is te weinig. 1,5 is te weinig. 2 is ook nog te weinig. En ik weet dat het een rond getal was.
Dus dan ga ik voor D3 minuten. D3 minuten? 3 minuten? Is dat goed? Ja, ja, dat weet jij. Is dat goed, Jan? Ja. Dat is goed. Ah, 10.000 feedbackjes. 10.000 feedbacks. 10.000 feedbackjes. Gaan we door naar de allerlaatste vraag. Goed nadenken bij deze. Oké, kom maar. Kom maar. Okay. De allerlaatste vraag, nummer 15, voor 15.000 feedbacks. Jan, ben je al een beetje zenuwachtig? Ja, nee. Je hoeft niet zenuwachtig te zijn, want je hebt eigenlijk in principe nog een hulplijn over. Ik heb sowieso gewonnen dan. Dan heb je sowieso al gewonnen. Maar ik ga hem niet gebruiken. Maar het maakt niet uit, want het is maar net de vraag of jij dit weet. Want welke plaats in Fortnite ligt het meest zuidelijk op de map? Is dat A, Flush Factory, B, Lucky Landing, C, Junk Junction of D, Risky Reels? Junk Junction is Risky niet, want die ligt bovenin. Dus dit is of A of B. Ik had gezegd dat je goed moest nadenken. Maar Flush, volgens mij gaat die map... Dit is eigenlijk heel slecht uitbeeld, maar volgens mij gaat die map zo en dan zo. En hier ligt Lucky en daar ligt Flush. Dus dan ligt Lucky meer naar het zuiden dan Flush. Ik kan hem sowieso in één keer goed hebben als ik mijn hulplijn gebruik. Maar ga je dat ook doen? Nou, dat wil ik niet. Maar ik weet het niet. Je weet het niet. Volgens mij ligt namelijk Flush net iets hoger dan Junk Junk, of dan Lucky Landing. Maar ik weet het niet. Oh, jawel, want Lucky Landing ligt nog onder Fatal Fields. En volgens mij gaat de map dan net iets zo met een kronkeltje naar boven. En daar ligt... Ik ga gewoon voor B. Schijt in die hulplijn. Als ik het niet goed heb, dan heb ik pech. Waar Lucky B. Waar bevinden wij ons nu? Lucky, kijk maar. Maar ben jij ook Lucky? Ja. En dat gaan we nu zien, want Jan? Ik weet het niet. Ik heb wel ballen, hè. Want ik doe niet mijn hulplijn gebruiken gewoon. Oh, als ik het fout heb, dan moet ik... Gefeliciteerd! Jan heeft 15.000 feedbacks gewonnen. Daar kan jij heel wat skins had ik gelijk? En eigen van kopen. Jazeker Jan, je had precies gelijk. Flush Factory ligt net iets meer naar boven. Dan heb je natuurlijk Lucky Landing, Fatal Fuels. En dan als je naar rechts gaat, ga je Paradise Palms in. Dus dat heb je echt super goed gedaan. Jij bent een Fortnite miljonair, Jan. Dat worden skins kopen. Dat worden skins kopen. Is er nog iets wat je hier aan wilt voegen of iets wat je wilt zeggen? Gebruik mijn Fortnite code Jaraski met dubbel Grieks aan het eind. Oké, dan vooruit. Maar goed Jan, ik moet zeggen dat je het wel erg goed gedaan hebt. Het was natuurlijk ook weer een keertje wat anders als normaal. En ik ben benieuwd aan de kijkers die mee hebben gedaan of ze ook de vragen goed hadden. Vond je het een beetje een pittige vraag of zeg je van nou makkie? Nou, het ligt er maar net aan of je het weet. Want die skins, dat is maar net de vraag, weet je welke skins dat zijn en weet je hoeveel ze waren in de store? En met die plekjes, want dit is echt een strikvraag hier namelijk. Ja. Want je zou zeggen, ja, Flush ligt het meest zuidelijke. Maar Flush, dat zou als ik al zei, gaat ze met zo'n hoekje of zo net iets naar boven toe. Klopt. Maar als je dat niet weet, dan ben je echt de Sjaak. Plus, als je dan geen hulplijn meer hebt, dan ben je sowieso de Sjaak. Klopt, maar jij hebt het echt verrassend goed gedaan. Het is maar net of je het weet of niet. Jan? Gefeliciteerd, je bent de eerste Fortnite miljonair. Jij bent de winnaar. Die komt er vanzelf aan. Okay. Krijg je in V-Bucks allemaal hup naar je toe gestroomd. Maar goed jongens, dat maakt natuurlijk wel weer dat het einde van deze aflevering is. Je hoorde het Jan al over zijn supporter creator code. Het komt allemaal wel in de beschrijving staan. Jij is in Jan. Yeah. Maar goed, dat maakt wel weer het einde van deze video. Als jullie het leuk vonden, beloon het dan natuurlijk zeker met een duimpje omhoog. Want hij heeft er heel veel tijd in gezeten. En ik vond het zelf echt heel erg leuk om een keertje te doen. Dan zeg ik bedankt voor het kijken. Check Jan natuurlijk ook uit. En tot de volgende video. Doei doei!